Met een merk komt impact en verantwoordelijkheid. Hoe nemen CEO's als merkleiders hun rol? En hoe ver reikt die verantwoordelijkheid? In deze aflevering Menno Simons van Trabocca. Het leven is te kort om slechte koffie te drinken volgens hem, maar ook te lang om onrecht te laten gebeuren. Ik praat met name uit specialty oogpunt. Koffie is niet een noodzakelijkheid en een klap in je gezicht 's ochtends. En dan zeg ik altijd, bestel dan een thee en vraag die mevrouw of die meneer om je een klap in je gezicht te geven. Dan ben je ook wakker. Oh, dat is een goede tip. Specialty koffie groeit per definitie ongeveer rond de evenaar in de bergen, vaak in derde wereldlanden. En die evolutie heeft daar nooit plaatsgevonden eigenlijk. En wat zag je daar gebeuren? Dus even als reporter, je bent onze ogen en oren. Wat zien we? Ja, je ziet gewoon boeren die aan het overleven zijn, letterlijk. Die zijn op zoek naar water en naar voedsel. En toevallig hebben ze ook wat koffie waar ze één keer per jaar een beetje geld voor kunnen vangen. En de aandacht voor die koffie was er eigenlijk niet, want het groeit eigenlijk vanzelf aan die struiken. En één keer per jaar plukken we het en dan leveren we het in. En dan kunnen we nieuwe schoenen kopen en misschien schoolgeld voor je kinderen. En dan gaat het leven weer door op zoek naar water en voedsel. Als je kijkt naar andere organisaties en bedrijven in Nederland, en we hebben het over welke rol je dan speelt in de maatschappij, welk appel zou je doen op je collega's, conculega's? Nou, ik denk wel dat we met elkaar wel oprecht moeten blijven. En dat we met elkaar een gezamenlijke taak hebben om dit probleem één inzichtelijk te maken en ook wel naar oplossingen zoeken. Er zijn nu allerlei initiatieven om bij elkaar te komen. We moeten er wat aan doen. Maar er wordt er veel geluld. Ja, nou, ik ben blij dat jij het zegt. Ja. Toch? Ja. Dat is eigenlijk dat is wel zo. En met alle respect, er zijn heel veel mensen die en er zijn heel veel potjes met geld beschikbaar voor allerlei dingen. Maar als je echt gaat kijken naar of die echte pijn wordt aangesneden. Aangeraakt. En of er echt. Dan toch moet er uiteindelijk wat gebeuren vaak in die originelanden. Maar ik vind eigenlijk ook dat hier de manier waarop wij de consument informeren is gewoon niet kwalitatief niet hoog genoeg om het probleem oplossend te maken. In the end, ik drink zo meteen mijn kopje Bocca koffie. Wat voor beleving, hoe koppel ik mij aan dat merk? Ja, ik hoop dat je verrast wordt door de bijzondere smaak. We hebben meerdere smaken, dus je moet even zelf uitzoeken wat jij nou echt lekker vindt. En dan, als het goed is, heeft die koffie een hele mooie nasmaak. Maar niet alleen van de koffie. En waar wij voor staan, dat moet je ook aanspreken. En als je dat oprecht voelt, het is bijna een soort lifestyle geworden. We hebben heel veel klanten die dat ook echt daadwerkelijk zo voelen en uiten. En, als ze visite hebben, dat verhaal vertellen. Ja, die zijn onze beste ambassadeurs. Vaak zijn onze eigen klanten. Omdat ze gewoon trots zijn om die koffie te laten zien. En twee, omdat ze gewoon ook het verhaal erachter en de oprechtheid daarin willen delen met hun vrienden, familie. Vaak bestellen ze ook heel veel extra en dat delen ze dan uit. Of mensen komen op zaterdag spreken ze af. Een soort tupperware bijeenkomst wordt het dan. Ja, en het gebeurt dat mensen bij elkaar komen. Het doet mij nog even denken aan een anekdote die je vertelde. Want die tupperware parties, mensen in Nederland bij elkaar of over de hele wereld. Maar het moment dat er een hele groep boeren zich verzameld heeft omdat jij daar komt, onaangekondigd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was het project in Kenia. Dus een beetje vanuit veiligheidsoverweging zeggen we dan niet van tevoren dat we komen. Ja, nu al meerdere keren kom ik daar aan en dan binnen een kwartier staan er 500-600 boeren die bij elkaar komen. En dat wordt ineens een officiële meeting. Er kwam een man naar me toe aan het eind en die zegt van ja, weet jij wel dat dit soort meetings duren normaal 4 uur. En dat is alleen maar gevecht en geschreeuw en er is geld gestolen en te weinig betaald. En er is gewoon heel veel onvrede eigenlijk. En nu staan we na 3 kwartier te dansen met elkaar, omdat ze gewoon gelukkig zijn. Dat is mooi. Ja, die impact heb je dan. Dat is waardering eigenlijk, zonder het geld, maar je bereikt iets. Ja. Dankjewel. Dat raakt me nog altijd. Ja.